op 10 jaar natuurpunt. Dat is een goede reden natuurlijk om te feesten. En laten we tijdens deze show eens een kijkje nemen achter de schermen van Vlaanderens grootste natuurvereniging. Even de geschiedenis nog schetsen voor degenen die niet mee zijn. Op 8 december 2001 werd Natuurpunt boven het doopvont gehouden. Gegroeid uit Wielewaal en natuurreservaten mogen we gerust zeggen dat de nieuwe vereniging een groot succes is. Natuurpunt is een verhaal van mensen, van duizenden hectare natuur en van heel veel verschillende beestjes en plantjes. Vandaag krijgen we onder andere enkele mensen op de sofa die een echt pluspunt zijn voor de natuur. We zien ook wie Natuurpunt een dikke proficiat wil wensen. En we krijgen natuurlijk ook enkele hele leuke reportages te zien van vrijwilligers. Zelf ken ik Natuurpunt al een enige tijd en ik zal kort even schetsen hoe dat is gebeurd. Dat is gebeurd met Vlaanderen Vakantieland. Ik heb een aantal natuurreportages moeten draaien voor dit programma op één. En ik heb het genoegen gehad om natuurlijk met enkele vrijwilligers van Natuurpunt te draaien. En zo heb ik de organisatie leren kennen en ook gezien hoe terecht belangrijk werk zij eigenlijk leveren. En natuurlijk, als je geïnteresseerd geraakt in iets, dan ben je daar veel meer mee bezig. Ik ben ondertussen, ken ik eigenlijk al heel veel mensen van Natuurpunt. En ik moet zeggen, van mijnentwege ook een hele dikke proficiat, want ik merk keer op keer dat zij heel mooi werk leveren. Natuurlijk een pleidooi gaan brengen voor natuur, dat hoef ik niet te doen, want ik denk dat iedereen hier in de zaal wel mee is met het verhaal dat we meer natuur willen. Maar ik zou gewoon jullie even willen meenemen. Dus sluit gewoon even de ogen. Ja. En dan neem ik gewoon jullie even mee. Stel, het is zaterdag. Het is een vrije dag. Maar je moet eigenlijk nog zoveel doen. Je moet opruimen, boodschappen doen, sporten. Je zou ook heel graag je ouders nog even een bezoekje willen brengen. Heel druk. En je voelt die druk op de schouders. En je bent vrij, maar eigenlijk ben je ook helemaal niet vrij. Kan dat? Ja, dat kan. En dan kijk je gewoon even naar buiten. Die herfstzon die staat aan de blauwe hemel. En je wordt op een of andere manier naar buiten gezogen. En je stapt. En je voelt meteen die aangename zonnewarmte op je gezicht. Maar tegelijk ook voel je een heerlijk briesje tegen die wangen. En je benen brengen je naar wat je roept. En dat is het bos, vlakbij. Je hoort de bladen knisperen onder de voeten en het is stil. En vlakbij hoor je vogels. Kan dat? Ja, dat kan. En die zintuigen die normaal zo weinig mogelijk proberen te observeren, die zetten zich nu open. Je ziet, ruikt en je hoort scherper. En je hond, die dribbelt vooruit, maar die verliest je niet uit het oog. En zijn haren wapperen in de wind. En je ogen, die dwalen naar de grond. En je ziet groene plantjes die net zijn uitgekomen. Kan dat? Ja, dat kan. En elke boom die passeert is speciaal. En allemaal worden ze aandachtig bekeken. En je adem wordt rustiger. Je ademt diep in en uit. En ook die hartslag die vertraagt. En de spinnenwebben die glinsteren in de zon. En dan plots zit je in het hier en het nu. En je geniet even van dat stil blijven staan. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Even niets meer. Alleen nog genot. En dat, lieve mensen, dat is geluk. Ik heb ook de kans gehad om met Natuurpunt op stap te gaan. En dat was zelfs op de dag van de natuur. Zelf ook goede herinneringen aan in zand te kruipen, in de bomen te klimmen en eruit te vallen? Wij zaten altijd buiten in de natuur.
altijd. Ik bedoel, dat was gewoon... Wij zaten gewoon niet binnen vroeger. Naar een goede partner om mee samen te werken. En ik ben heel gemakkelijk op Natuurpunt gestoten, omdat dat gewoon de grootste organisatie is die direct bij iedereen ook bekend is in Vlaanderen. A moment of love, a dream, a lie, a kiss, a cry, a right, a wrongs. A moment of love, a dream, a lie, a moment of love, a dream, a lie. Just onze bedoeling in ieder geval om daarmee aan te werken. Hè. Te zorgen dat we zaken kunnen mee verwerven. Hè. Als je geen natuurpunt probeert, is zaken te verwerven die anders misschien op termijn verloren gaan. Over mijn eigen, maar ik hoop ook dat mijn kinderen er nog heel lang kunnen van genieten en mijn kleinkinderen en zo. Dat is een beetje de bedoeling. Hè. Ik doe het nog even graag. Ja, en zeker omdat je ziet dat de inspanningen die er geleverd worden ook wel resultaat hebben. Hè? Ja, die inspanningen die hebben absoluut resultaat. Natuurpunt heeft ook vele gezichten. Je kan een cursus volgen, meehelpen bij het beheer van een gebied of soorten inventariseren. Want studie is een belangrijke pijler voor Natuurpunt. Nu, duizenden studie-diehards verzamelden bijna elke dag honderden waarnemingen. En dat is een niet te missen bron van informatie. Ondertussen is David Herman, of beter gezegd Billy, hier bij mij komen zitten. Billy, je bent een gepassioneerde bioloog. Sinds je zevende ben je bezig met natuurstudie en je hebt op zijn minst gezegd een heel boeiend parcours afgelegd. Maar vertel eens, hoe ben je erin gerold? Dat is eigenlijk dankzij mijn mama dat ik met natuur ben begonnen. Ze heeft mij gestuurd naar de startactiviteit van een plaatselijke jeugdnatuurvereniging. Dat heet De Stekkers. Dat was toen onder leiding van Wijlen Frankie Bonne. En zo ben ik met natuur eigenlijk begonnen. Na De Stekkers heb ik de JNM leren kennen, dat is de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. En ik was ondertussen ook lid geworden van toenmalige natuurreservaten. En zo ben ik langzamerhand met natuur bezig geweest. Ja, en waarom vind je die studie net zo belangrijk? Ja, voor mij persoonlijk is dat eigenlijk gewoon iets die vanzelf is. Dat is een soort van levensstijl. Het is belangrijk
omdat je er wel bepaalde zaken mee kunt aantonen, verandering van landschap en van hoe dat eigenlijk is gesteld met natuur. Het zegt wel iets over ons, wat dat er rondom ons is. Ja, het is eigenlijk dingen onderzoeken, maar wat jij ook belangrijk vindt, is die kennis door te geven, hè? In zekere zin wel, ja. Want als je kennis doorgeeft, dan met hoe meer dat je natuurstudie doet, hoe meer dat je ook bereikt. Dat er op verschillende momenten, verschillende plaatsen, alles in kaart wordt gebracht. Het is zeker niet onbelangrijk om dat te doen. Mm-hmm. Zeg Billy, en ik zeg het erbij, hè, het zijn niet mijn bewoordingen, maar jij noemt jezelf een freak. Eerder dan een geïnteresseerde. Maar dan vraag ik mij eigenlijk af, wanneer val je in de categorie freak? Dat is moeilijk. Want ik denk dat ze dat over mij ook wel kunnen zeggen, maar goed. Ik heb daarover nagedacht. Ja. Ik noem mezelf een freak, omdat voor mij is het een echte levensstijl. Ik sta ermee op en ik ga ermee slapen. Ik ben er echt constant mee bezig als ik hier in Gent rondloop. Kijk ik zelf naar de grond, wat dat er tussen de straatstenen staat. Het drijft mij gewoon. Het is een drijfveer. Ik kan bijvoorbeeld moeilijk iets plannen lang op voorhand. Puur omdat ik altijd vrij wil zijn om die bepaalde momenten in de natuur toch te kunnen beleven. Dus ik stel me voor, je bent bijvoorbeeld een krant aan het lezen en ineens zeg je, bon, ik ben weg. Het is iets meer gepland dat ik zeker het weer in de gaten hou. Dat ik, onder bepaalde weersomstandigheden is het beter om vlinders te gaan kijken. Of anders doe je planten of vogels, hangt daar vanaf. En doe je dat alleen of gaat er wel eens iemand mee? Meestal is dat met vrienden. Soms doe ik dat ook alleen. Als ik een keer alleen wil zijn. Ja. Ik ken dat, ja. Zeg, als je nu even terugkijkt, Billy, wat is dan de best-of van de studiefreak Billy? Dat zijn er eigenlijk zeer veel. Maar een heel plezante dat ik vond was in 2004. Waren de omstandigheden zeer goed om zeevogels te kijken. Mm-hmm. Dat was in september. Er was toen aanlandige wind. En ik ben toen vertrokken. Ik heb dat gezegd tegen mijn ouders. We hebben toen samen met een vriend hadden we een huis op de dijk van de Pannen die leeg stond gekraakt. Daarin geslapen. De volgende dag beginnen sea-watchen, zo heet dat in het vakjargon. Uiteindelijk heb ik 4 keer op rij moeten bellen naar mijn ouders om te zeggen van ja, ik zal nog een dag later zijn. Ik zal nog een dag later zijn. Bleef maar komen, de vogels bleven maar komen. Dat was echt fantastisch. Om te blijven. Dat vond ik wel een heel leuk moment. Omdat je ook, voor mij zijn er verschillende aspecten belangrijk van natuurstudie. En zeker de omgeving is voor mij zeer belangrijk. Hoe dat aan de zee zijn met die gure wind in je gezicht, dat is gewoon plezant. En die vogels en de mensen. Ja. En je kon zo lang blijven in dat kraakpand als je wilde. Het stond open toen. Tegenwoordig is het gesloten. Oké dan. Zeg, stel dat ik me zou willen verdiepen in de wondere studiewereld van de Vlaamse fauna en flora. Wat zou je mij dan adviseren en wat kan ik doen en wat mag ik niet doen? In de eerste plaats van veel met mensen mee te gaan. Ik ben gestart met excursies van natuurreservaten. Dus om mee te gaan op excursie met Natuurpunt in de eerste plaats en zo langzaamaan je te verdiepen met de juiste mensen proberen te zoeken wat dat je wilt. En uiteindelijk zal je ook wel op internet terechtkomen. Tegenwoordig is er een zeer goed medium om waarnemingen te posten. Dat heet waarneming.be. Daar krijg je ook allerhande hulp van mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Dus u goed informeren. En dat zijn er wel een hele hoop? Of is dat een beperkte groep? Waarneming heeft wel langzaamaan iets teweeggebracht in Vlaanderen, vind ik. Of in België zelfs.
We hebben ondertussen al 5.500.000 waarnemingen verzameld in 4 jaar tijd. Met echt duizenden vrijwilligers. Dat is echt... je ziet dat het groeit eigenlijk wel. Dat er meer en meer mensen mee bezig zijn. Ja. De man in de straat ook. Dus we staan aan het begin van een weg naar omhoog. Ik hoop het, ja. Ik hoop het ook. Dank je wel, Billy. Ja. Mijn naam is Theo Wams. Namens Natuurmonumenten feliciteer ik Natuurpunt van harte met het 10-jarig bestaan. De afgelopen 10 jaar hebben onze organisaties veel en goed samengewerkt. Bijvoorbeeld aan grote natuurprojecten op de grens van onze landen. Denk aan de Brabantse Wal, de plateaus. Natuurpunt is bij uitstek sterk in het verwerven van internationale financiën voor dat soort projecten. En wij bewonderen Natuurpunt voor het werken met vrijwilligers. Veel en intensief. Daar leren wij weer veel van. Tot slot, een hartelijke groet aan Willy Ibens. Voor ons nog altijd Mr. Natuurpunt. Mijn naam is Evi Gruijaert. Ik ben een West-Vlaams meisje van den buiten. En ik wens Natuurpunt een super verjaardag toe. En nog vele, vele, vele mooie tientallen jaren of honderden jaren zelfs. Want ik hou van de natuur. De natuur is belangrijk. En dankzij jullie gebeurt daar iets voor. Dank je wel. Dank je wel, collega. Ja, ook vorming over natuur en milieu is een belangrijke doelstelling van Natuurpunt. En Joke Floer werkt al sinds april 2000 voor Natuurpunt Educatie en heeft de voorbije decennia veel memorabele anekdotes bij elkaar kunnen sprokkelen. Joke, welkom. Jij bent zo'n 11 jaar geleden in de vereniging gestapt, maar weet je eigenlijk nog waarom je die stap zette? Gewoon een beetje toevallig ook wel. Ik werkte eerst bij de Vlaamse overheid, bij afdeling water. En er kwam een vacature op mijn pad die aangaf van, kijk, er is iets rond educatie, sensibilisatie. En ik dacht, misschien wil ik dat toch wel gaan doen. En, ik had wel een brief geschreven, maar ik twijfelde nog, zou ik nu wel veranderen, want ik had nog een groot engagement bij waar ik bezig was. En dan dacht ik, ja, ik stuur hem op en ik zie wel. En dan was ik wachtende op antwoord. En dan, ja, ongelukkiglijk kreeg ik dan eigenlijk een telefoon net de dag eigenlijk dat mijn mama gestorven was. Dus dat was eigenlijk een beetje een lastig toeval, want ze vroeg om op gesprek te komen. Ik zei uiteraard, ja, dat gaat niet. En ik had het dan even laten zitten, want ik dacht, goh, ga ik dat wel doen? En dan, op een bepaald moment zat ik in bad. Ze weten dat nog altijd niet, maar zo was het, is het wel gegaan. Dus ik zat in bad. Mijn echtgenoot kwam af met de telefoon en hij zei van, zijn die van de Wielenwaal? En ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Zal ik weer zeggen van, ik wil dat hier uitstellen, dat gesprek, want ik had er echt nog geen zin in. En toen dacht ik van, oh, geef maar. Dus ik in mijn bad, telefoon. En ze vroegen of ik toch op gesprek wou komen. Dan dacht ik van, ja, ik zeg, ik wil dat wel doen. En ze vroegen zo nog, en weet u iets van water? En ik zei zo, water? Oh ja, ik weet wel wat van water. Ik zat in mijn bad, maar ik heb dat niet gezegd. Dat was eigenlijk wel heel grappig hoe dat dan gegaan was. Maar ik keek er dan wel naar uit. Ik had zoiets van, oh ja, met zo'n grappige entree. We zullen dat wel zien waar dat ik strand. En ja, het is het dan wel geworden. Ja, en ondertussen ben je dan vertrokken. En waarom is het zo belangrijk voor jou dat er zoiets bestaat als Natuurpunt Educatie? Ik vind, als je gaat kijken, en zeker als ik naar mijn jeugd ook terugkijk, ik heb eigenlijk altijd in natuur kunnen vertoeven. Dus ik heb de indruk dat als je van heel jongs af aan een boeiende natuurervaring opdoet, dat daaruit eigenlijk toch wel de interesse voor de natuur kan groeien. Dus als je kinderen van jongs af aan, maar ook volwassenen, die kunnen het ook weer verder gaan uitdragen. Als je mensen van bij het begin, door te leren waarnemen, wat ook de voorganger zei, dus door te leren waarnemen, krijg je eigenlijk een soort van verwondering en bewondering voor de natuur. En van daaruit kun je het ook weer verder gaan uitdragen en werk je aan natuurbehoud. Dat is toch wel een beetje mijn visie daarop. Ja, en ik heb begrepen dat jij ook beelden hebt die zo'n cursus kunnen illustreren. Ik vermoed van wel. Ik denk dat die nu getoond worden. Maar er zijn wel een paar grappige anekdotes. Ik heb daar even er trouwens ook nog eentje gevraagd om het belang van natuurervaringen te duiden. De vrouw van Eckhard Kuiken, bijvoorbeeld Christine Verschuren, die blijkbaar het ooit meegemaakt als ze als kleuterleidster onderweg was. En toen met kleutertjes, 3- en 5-jarigen, met een kikker had ze gevonden. Ze liet die zien en die zeiden echt... Kikvors, bestaat dat echt? Wow. Allee, hoe kan dat nu? En, een collega van mij, die cursus vissen geeft, tijdens die cursus, vertelde hij achteraf, van, ja, ik was aan het voorbereiden, PowerPoint aan het installeren, en vroeg zich af hoeveel mensen gaan er komen naar die nieuwe cursus vissen die hij dan had bedacht. En op de eerste rij zat er op een stoel een kat. En hij dacht, ja, komt wel in orde. Ik heb al minstens 1 iemand die geïnteresseerd is, een kat nota bene. Dus dat was wel een grappig verhaal. Ja.
De aard van het lesgeven, is dat eigenlijk veranderd? Of moet ik het misschien anders formuleren? Het deelnemersprofiel, is dat gewijzigd tijdens de voorbije 10 jaar? Deelnemersprofiel gewijzigd? Dat is wel niet direct. We zien nog altijd... Ja, er zijn misschien een tijd toch wel meer mannen naar cursussen gekomen. We zien daar nu toch, op basis van de laatste cijfers, dat die genderverhouding beter wordt. Daar ben ik uiteraard heel blij om. Jij waarschijnlijk ook. En, maar verder, ja, de beleving is toch iets waar we nog meer, als we aan het lesgeven zijn, nog meer aandacht voor hebben. Uh-huh. Dus we proberen mensen echt te laten proeven van producten. En aan de hand van het proeven van producten vertellen we dan een verhaal over biodiversiteit. We doen ecologisch-culinaire wandelingen. We nemen ook de duurzaamheidsthema's steeds meer mee. Dus in die zin, inhoudelijk, de insteken die we gebruiken om mensen in contact te brengen met natuur en biodiversiteit, daar proberen we veel ruimer in te gaan. Dus vroeger was het heel erg vanuit het studiegerichte waarin we educatie gaven. En we willen nu toch wel echt een brede samenleving bereiken. Ook het multiculturele is ook heel belangrijk. En dat proberen we via andere invalshoeken. Verhalenvertellers, Congolese verhalenverteller bijvoorbeeld, die vertelt de verhalen van het oerwoud brengt. En wij die er dan op inspelen met de biodiversiteit in Vlaanderen. En zo zoeken we continu naar nieuwe invalswegen om hetzelfde te eigenlijk uit de doeken te doen. Ja, Joke, heb ik dan nu daarnet juist begrepen dat er meer mannen geïnteresseerd zijn in die natuureducatie dan vrouwen? Nee, dat denk ik op zich niet. Absoluut niet. Maar ik denk dat gewoon heel veel mannen de kans krijgen van hun vrouw om naar een cursus te komen. En dat die vrouwen jammer genoeg bij hun kinderen misschien moeten blijven. Plichtbewust. Dus we moeten ook zoeken naar een goede evenwicht tussen cursussen die we overdag geven en cursussen die we 's avonds geven. En daar gaan zoeken van hoe kunnen we toch... ook het vrouwenvolk stimuleren om naar de lessen te komen. Zeer terecht. Als laatste vraag misschien nog even wat jouw mooiste herinnering is van de afgelopen 10 jaar. Mooiste herinnering? Ik ga gewoon een recente nemen. Ik vind die toch wel heel bijzonder en ook heel belangrijk voor de natuurbehoudsbeweging. We hebben de voorbije 2 jaar hard gewerkt aan een project rond interculturaliteit, waarbij we eigenlijk etnisch-culturele minderheden, allochtonen, willen in contact brengen met natuur en met biodiversiteit. En we hebben daar echt eerst moeten zoeken naar welke contacten dat we konden leggen om die doelgroep ook echt te bereiken. En we merken dat we daar ook echt in slagen. Dus we hebben een heel leuke activiteit gedaan op het pannenweel, met dank ook aan de vrijwilligers daarvoor, die mensen uit het Rode Kruis opvangcentrum daar hebben meegenomen in het bezoekerscentrum. Die hebben daar appelkompot mee gemaakt, die hebben op de boomgaard gewerkt, die hebben natuurbeheer gedaan. En ja, ik was recent op een ontmoetingsmoment met de Afghaanse vrouwen uit het opvangcentrum. En zij zeiden van, dat was voor ons, toen we België binnenkwamen, zeiden ze van, dat was precies de jungle, want ze komen uit een heel droge natuur. En ja, die was zo open aan het vertellen over haar relatie met natuur en wat ze eigenlijk miste. En wat daar eigenlijk het pannenweel terug had gegeven, ze had daar terug kippen zien lopen. Er was een Tibetaan die daar terug schapen zag, want hij was ooit herder geweest. Ja, voor hen was dat super. En dan merk je van, daar moeten we ook wel naartoe, naar die beeldvorming. Van kijk, de natuurbehoudsbeweging moet eigenlijk een beetje de samenleving laten zien eigenlijk. Ja, die moet er echt voor iedereen zijn. En ik vind het ook een beetje de taak van natuureducatie om te gaan zoeken van hoe kunnen we alle lagen van de samenleving bereiken en niet alleen die middenklasse. En ja, dat proberen we via die vorming te doen en door het zoeken ook van thema's die hen kunnen aanbelangen. Oké, dat is een mooie boodschap om mee af te sluiten. Ja. Dank je wel, Joke. Graag gedaan. Gegroet! Ik ben de vlinder van Ilio, namens heel de Belgische bevolking. Felicitaties voor de hardwerkende mensen van natuur. Punt. Bravo! Hey, gasten! Ik ben Luc de Vos. En namens mezelf en ons Sabine zou ik iedereen van Natuurpunt een gelukkige verjaardag willen wensen. En ja, ik hoop dat iedereen van Ulle nog lang kan vossen in de Vlaamse bossen. Ja, merci. Ja. Goedendag, ik ben Tom van Dijk. En ik ben Hans van Dijk. En wij wensen Natuurpunt een gelukkige verjaardag. 10 jaar, dat is al heel wat, maar doe er nog maar heel wat jaren bij, lijkt me geweldig belangrijk. Proficiat. Ik ben Philippe Funken, algemeen directeur van Natagora, de zustervereniging van Natuurpunt in Wallonië. Natuurpunt verdient een echte dikke proficiat voor zo'n jubileum, dat is zeker en vast. Zoveel leden, zoveel nieuwe reservaten, zoveel effect op beleid, politici en maatschappij. Jullie hebben een heel mooi krachttoer afgeleverd in de laatste 10 jaar. Een hele dikke proficiat van harte vanuit Wallonië.
Dank je wel. Samenwerking is voor Natuurpunt een heel belangrijk woord met vele betekenissen. Soms moeten er bruggen gebouwd worden tussen onverzoenbare partners, maar steeds wordt er hard gezocht naar partners die de natuur in Vlaanderen liefst op lange termijn natuurlijk willen steunen. Natuurpunt werkt in totaal met zo'n 50-tal bedrijven, verenigingen en KMO's samen. En vandaag ontvang ik Wouter Torfs op onze groene sofa. Welkom, meneer Torfs. Torfs is een bedrijf met een visie rond duurzaamheid, heb ik begrepen, en groen ondernemen. En u bent uiteraard de CEO. En ik ga misschien kort even vragen wat jouw persoonlijke band is met de natuur. Wel, ik denk dat de natuur de plek bij uitstek is om jezelf terug te vinden. In de hectiek van elke dag, vergaderingen, mensen zien, de stad, de auto, de gsm. Als je dan, zoals in je stukje dat je voorlas, dat was eigenlijk heel, heel uitnodigend, als je dan in de natuur komt, dan kom je echt tot rust en tot jezelf. Ja, dat is een soort van meditatiemomentje. Nee, ik begrijp het helemaal. Nu, waarom werkt een bedrijf zoals Torf samen met Natuurpunt? Wel, wij denken dat een bedrijf, elk bedrijf, maar ook Schoenen Torfs, meer moet zijn dan enkel maar een geldmachine die zorgt voor rentabiliteit. Uh-huh. Wij denken dat een bedrijf op een actieve manier maatschappelijke verantwoordelijkheid moet opnemen. En misschien is dat vandaag een beetje trendy en is dat weggelegd voor een Colruyt of een Torfs, maar wij geloven echt dat als je dat niet doet als bedrijf, dat je er wellicht binnen 10 of 20 jaar gewoon niet meer bij hoort. En dan heb je natuurlijk een partner nodig om dat in actie om te zetten. En dan hebben wij in Natuurpunt zo'n uitstekende partner gevonden. Kijk, en toen werd het licht. En toen werd het licht. Dus ja, muziek iedereen. Momenten van verlichting, hè? Ja, 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 ja. Mag ik anders even vragen of het licht terug uit mag? Leuk. En dan, ja, dat is heel leuk. Wij gaan gewoon door. Welk engagement kan een bedrijf hebben? Wel, dat is natuurlijk dat is een ontdekkingstocht. Hè. Torfs werkt nu al 13 jaar lang samen met Natuurpunt. En we hebben zelf de stap gezet en we zijn zelf gaan zoeken van wat is er mogelijk. Uh-huh. Want je kunt grote theorieën verkopen, maar je moet het dan in de praktijk omzetten. En wat wij bijvoorbeeld heel concreet doen, dat is aan al onze klanten die aan de rand van de stad een paar schoenen kopen, stellen wij voor van kijk, als u geen draagtas neemt, dan sparen we 15 eurocent voor de natuur. Een dubbele win-win. Je zorgt ervoor dat de afvalberg niet aangroeit en je spaart voor een natuurproject in je omgeving. Dus het komt erop aan van creatief te zijn, want er is een grote kloof tussen de non-profits en de profit, en van te zoeken waar je elkaar kan vinden. En denk je dat de klanten mee zijn met heel het verhaal? Op die manier? We moeten niet flauw zijn. Niet alle klanten zijn mee met het verhaal. Maar we merken wel dat van lang zo meer klanten mee zijn met dit verhaal. En als je erin slaagt om het verhaal concreet te maken en je zegt dus tegen mensen van kijk, je neemt die draagtas niet mee en ik steek hier voor uw ogen 15 cent in een boompje en je doet dat ook materieel, ja, dan doe je natuurlijk op een bepaalde manier ook aan educatie. Hè? Mm-hmm. Ja. En wat is dan het doel eigenlijk aan zich of het resultaat van die samenwerking? Het is dubbel. Van de ene kant vertrekt het vanuit het geloof en de overtuiging dat je als bedrijf iets moet teruggeven aan de maatschappij. Uh-huh. Dat is zo. Maar het tweede is ook een commerciële of een strategische doelstelling. Namelijk, wij denken dat we daardoor, door op dat punt koploper te zijn, op termijn nieuwe klanten zullen aantrekken die in dit verhaal meegaan. Ja. Dus dan straalt dat positief af op het imago van Torfs natuurlijk. Eigenlijk wel. Maar het is gemeend ook, hè? Ja, want ik wist dat eigenlijk niet. Wist je dat nee, niet? Maar ben je klant bij ons uit? Ja, ik heb al direct zo... Maar niet met die schoenen. Nee, niet met die schoenen. Maar ik heb al direct zo van... Ja, er is een Torfs bij mij in de buurt, dan moet ik daar misschien eventueel eens langs gaan. Ja. Voilà, dus je hebt al een klant meer. Het is effectief. Maar het is natuurlijk niet, want heel veel bedrijven, en daarmee ga ik afronden, heel veel met bedrijven, die willen zich eigenlijk een groen imago aanmeten, terwijl er eigenlijk niet veel van in huis komt. Ja. Maar dat is voor alle duidelijkheid niet wat Torfs doet. Nee, dat is het niet, want dat is wat men greenwashing noemt. Hè. Je legt zonnepanelen omdat dat goed staat en ook en vooral omdat het veel opbrengt. Voor ons is Natuurpunt ene partner binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar evengoed is heel onze politiek rond beste werkgever ook een punt van duurzaamheid. Op een duurzame manier omgaan met medewerkers en met klanten. Dus wij proberen dat op vele domeinen door te trekken. Dat is heel goed. Dat komt helemaal goed, meneer Torfs. Dank u wel. Hallo,
Mijn naam is Guy Bastiaanse, directeur verkoop in de trappistenbrouwerij van Westmalle. Wij hebben het aangename genoegen al 10 jaar met Natuurpunt kunnen samenwerken. De spirit en ijver binnen Natuurpunt heeft ons aangezet de samenwerking gedurende deze 10 jaar jaarlijks verder uit te bouwen. We kijken in onze brouwerij met veel voldoening terug op deze afgelopen periode. Ik wens Natuurpunt nog heel veel natuurgebieden toe. Nog heel veel goede gebieden waar mensen lekker van kunnen genieten en waar ook veel respect voor bestaat, zodat ze ook goed in stand worden gehouden. Dankjewel. Natuurpunt heeft meer dan 500 natuurgebieden in beheer. Dat is veel. Natuur om in te wandelen of om in te fietsen. Natuur om van te genieten of om volledig tot rust te komen. Maar laten we vooral niet vergeten dat die gebieden vaak de toevluchtsoord zijn voor heel vele soorten. Laten we even een kijkje nemen naar 10 jaar natuurbeheer. Thank you.
ben Koen Anciot, OCMW-voorzitter in Mechelen. Het Mechelse OCMW is eigenaar van 300 hectare bos die wij nu hebben overgedragen aan Natuurpunt om het beheer van die bossen te doen. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat die bossen ook toegankelijk worden voor de bevolking, voor de mensen uit de Mechelse regio. En Natuurpunt heeft die know-how en zal dat zeer goed doen. Ik wil ze daarom ook feliciteren met hun 10-jarig bestaan en wens ze nog heel veel jaren goede werking toe. Dank u. Van harte gefeliciteerd met jullie 10e verjaardag. De voorbije 10 jaar heeft Natuurpunt bewezen dat zij heel wat dynamiek op gang kan brengen. Heel wat vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur. Vanuit de overheid hebben wij niet de ambitie om over te nemen waar jullie mee bezig zijn. Wat we wel willen doen, is een betrouwbare partner zijn die jullie ondersteunt om dezelfde weg verder te gaan. Doe zo verder en nog eens van harte proficiat. Ik wil als minister-president Natuurpunt van harte feliciteren met de 10-jarige verjaardag. Deze organisatie, jullie organisatie, is die afgelopen 10 jaar echt gegroeid tot een zeer dynamische ledenorganisatie waar heel wat leden vrijwilligerswerk verrichten die wat ons betreft Vlaamse overheid onbetaalbaar is. Vandaar van harte proficiat en ik ga ervan uit dat Natuurpunt met die leden, met die 10 jaar ervaring die ze nu al heeft, verder een belangrijk partner en belangrijk element is in heel de natuurbeleidsproblematiek de volgende jaren. Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag. Dank u wel. Dat is toch ook niet onbelangrijk dat ze op politiek vlak helemaal mee zijn. Ja, we zijn toegekomen tot waar het hart van Natuurpunt klopt. En dan heb ik het natuurlijk over al die vrijwilligers. Duizenden vrijwilligers die zich dag in, dag uit inzetten om ervoor te zorgen dat we allemaal kunnen genieten van die natuur. En zij brengen natuurlijk de slogan natuur van iedereen tot leven. En ze zijn stuk voor stuk pluspuntjes voor de natuur. Ik ben Luc Meul. Ik ben Bart Machiels. Ik ben Ludo Huijbrecht. Ik ben Vitaal. Ik ben Jan van den Bergen. Ik ben Hugo. Ik ben Katrien. Ik ben Nicole. Vrijwilliger van Natuurpunt Kennis Zandhoven. 30 jaar, eerst voor de Wielenwaal. 43 jaar al actief met natuur bezig. En na 10 voor Natuurpunt. Al ruim 25 jaar actief bij afdeling De Wulp. En voorzitter van afdeling De Wulp en beheerder van Landschap De Lierenman. Ik doe het nog altijd met evenveel enthousiasme. Lid van Natuurpunt. En daarvoor van Wielenwaal. 5 jaar actief bij Natuurpunt. Het is geweldig prettig om aan natuurbeheer te doen. En daar drink ik op. School. Er is natuurlijk eerst de plaatselijke link die ik heb met de Lierenman, hè, met het gebied hier. Ik woon hier vlakbij. Ik kwam hier vroeger ook dikwijls wel wandelen en ik ben dan beginnen met vogels kijken. Maar je ziet ook, als je een gebied wil behouden, dat er daar meer planten en dieren en biodiversiteit ontstaat, dat daar ook heel veel moet gebeuren. Mensen zijn in onze maatschappij altijd zeer druk bezig en het is niet altijd makkelijk om dan ook nog tijd vrij te maken voor andere zaken. Maar iedereen kan iets bijdragen. Iedereen kan iets doen voor de natuur en iedereen kan iets doen voor de maatschappij. Die waren vroeger eigendom van een van de conservators, maar die mensen is overleden. En uiteindelijk was het eerst een beetje een sentimentele reden dat we die schapen aangehouden hebben. Maar nu zetten we ze echt wel in, al heel wat jaren, als grazers op het gebied. Hier houden zij een heiskraal grasland wat in conditie. Maar dus we vinden het ook wel belangrijk dat je laat zien dat je goed zorg draagt voor je dieren. Die worden ingezet als grazers. Dat zijn onze medewerkers op dat vlak. Maar ze zijn ook een hele aantrekkingspool. En nu dit jaar hebben wij voor het eerst ook de Galloways op bezoek gekregen. Dat zijn dus vorig jaar heel kleinschalig met 4 dieren. Nu zijn er dus meer dan 20 dieren gekomen die dus op verschillende locaties zijn uitgezet. Wat die dieren wel doen, dat is dus, die eten vooral de toppen van het opkomend pijpenstrootje. Daar zijn ze dus verzot op. Het zijn dus ook graseters, zoals de koeien, maar in tegenstelling tot de Galloways, dus met de koeien, zijn het geen herkauwers. Stap maar mee, stap maar mee, in de bos, in de bos.
Ik ga een beetje lekker uit dan, hè. Mijn dochter werkt bij Natuurpunt en daar ken ik die van. Dus volg regelmatig de dingen die Natuurpunt organiseert. Ja, en ik vind het wel plezant om in de natuur te zitten ook. Ik heb kleinkinderen en ik wil dat die nog buiten kunnen spelen en dat die ook van kleins af leren de natuur te appreciëren. Ja, ja, heel belangrijk is dat. Ja, ik probeer diertjes te zoeken. Ik denk dat lokaal een natuurvereniging ook heel belangrijk is. Voor de kleine reservaten en de samenhang van die reservaten een beetje te coördineren. Ik wens voor Natuurpunt nog meer leden, want het is heel belangrijk dat er de mensen geïnteresseerd zijn in het blijven in de natuur. En Natuurpunt is daar heel belangrijk in. Dit zijn vindpootsalamanders. Dit is het vrouwtje van een vindpootsalamander. Die hebben ook zwembliezen, zeer grote opvallende zwembliezen tussen de achterste tenen. Uiteraard hebben wij een uitgekiend openstellingsplan. En een van de elementen die daarin ontbrak, was een plaats waar kinderen echt kunnen spelen. En daarom hebben we beslist om in samenwerking met de gemeente te werken aan een speelbos. En vandaag zijn we bij dit prachtige weer erg blij dat we dat speelbos hebben kunnen openen. Natuurpunt is tof! Natuurpunt is kei tof, je moet zeker lid worden. Mooi. Ja. Ja, ondertussen zijn hier vier mensen bij mij op de sofa komen zitten. Bert, jij hebt nog drie bevallige dames mee. Maar dames, ik kom straks tot bij jullie. Ik ga me eerst even concentreren op Bert. Jij bent een van de 21 vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de portrettententoonstelling die gemaakt zijn voor 100 jaar Natuurpunt. En ik stel voor dat we daar eerst... 10 jaar, excuseer. Was het maar waar, 100 jaar, maar het zijn er helaas 10. Laten we eerst eens even kijken naar die voorstelling. Hallo, ik ben Jos Likops van Natuurpunt Genk. Vrijwilliger zijn is iets waar ik gewoon ingerold ben, zonder veel poespas. Inzet om de natuur te koesteren en te beschermen, dat geeft me energie, dat geeft me plezier. Vrijwilliger zijn, dat geeft me ook sociale contacten. Dat motiveert me om positief te blijven. En dat motiveert me om verder te gaan daar waar politiek, overheid en privésector afraken. Ik wil Natuurpunt en alle vrijwilligers proficiat wensen met hun verjaardag en hun inzet. Hey, ik ben Erik Malfijn en ik ben vrijwilliger bij Natuurpunt. Natuur en fotografie, dat is als het ware een passie voor mij. En vandaar dat ik zeer graag meegewerkt heb aan de fototentoonstellingen van Natuurpunt Vrijwilligers. Ik hoop dat de foto's en de getuigenissen van deze mensen een engagement wakker maakt bij vele andere mensen met een heel groot hart voor de natuur. Ik zit bij Natuurpunt, omdat dat bij mij, dat klein vonkje, dat bij de meeste mensen wel zit,
helemaal doen ontvlammen. En dan Fongske dat zegt, als je wilt en een beetje doorbijt, dan kunnen we samen van dit stukje planeet waar we nu wonen een heel schoon plaats maken, waar het schoonste bewaard wordt of voor een deel kan terugkomen zelfs. En daarmee zit ik bij Natuurpunt. Ik ben Greet Buijsen, vrijwilliger bij Natuurpunt Boervaart Zuidleden. Vorig jaar ben ik mama geworden van Pieter. Toen hij 1 week oud was, ging hij al meewandelen in de Gulke Putten en Wingenen. Een week later mocht hij meegidsen in de Damvallei. Nog een week later liep hij rond in het Heidebos. En zo volgden er nog heel veel. Ik wil Pieter heel graag leren genieten van de natuur. Vrijwilliger zijn bij Natuurpunt en mama zijn is niet altijd even gemakkelijk te combineren met alle andere werk. Maar ik doe het met ongelooflijk veel goesting. Zeer mooi. Ja, Bert, jij bent al van voor de fusie vrijwilliger, dus jij kent de vereniging uiteraard door en door. Maar vertel gewoon eens even hoe het allemaal begonnen is bij jou. Mijn verhaal begint eigenlijk bij een cursus natuurgids die ik gevolgd heb in 1983 in Halle, Vlaams-Brabant. En ja, het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan na dat jaar cursus. Ik ben eigenlijk, zonder dat ik het goed besefte, meteen gebombardeerd tot voorzitter van die natuurgidse werking. Ik ben dan ook heel snel lid geworden van de toenmalige Wielewaal. Is er ook al een paar keer gevallen, die naam. De ouderen onder ons zullen zich dat nog wel allemaal wel herinneren. En ja, van het een kwam het ander. Eerst bestuurslid en dan beetje bij beetje. Dat was zo eind jaren 80, begin jaren 90. Kwam het zo dat heel wat aparte afdelingen begonnen te ontstaan. Want wij waren één grote afdeling toen, Zuidwest-Brabant. Daar waren een heleboel gemeenten bij aangesloten. En omdat heel wat afdelingen zich meer gemeentelijk gingen oriënteren, Beersel richt een natuurreservaat Beersel op, Sint-Pietersleeuw. Daar kwamen de Leeuwse Natuurvrienden, ook in Sint-Genesius-Rode kwam er een aparte afdeling. En toen hebben wij besloten in Halle om ook Wielewaal Halle terug op te richten. Aanvankelijk was het begonnen als Wielewaal Halle in 1953. Zo oud ben ik nu ook nog weer niet, maar daar was ik toen nog niet bij, bij die stichters. Maar ja, zo is het een beetje gegroeid en we zijn dan met onze afdeling meteen ook begonnen met een klein aankoopbeleid in onze streek, wat langs onze kant van Brussel niet zo eenvoudig is. Dat weten de mensen hier die in Mechelen zetelen of zitten wel al te goed. Maar we hebben ons toch kunnen handhaven en we hebben daar toch al een aantal mooie realisaties teweeggebracht, ook in de naburige gemeente, want ik moet ook zeker en vast de collega's uit heel Zuidwest-Brabant, mag ik zeker niet vergeten. Zo is het allemaal een beetje gegaan, van het een kwam het ander en ja, nog altijd heel actief, zal ik zeggen. En enthousiast, uiteraard. Ja. Ja, probeer toch. Ja. Je hebt natuurlijk een hele rijke ervaring. Hè. En ik kan me best wel voorstellen dat je een hele goede kijk kunt geven op het vrijwilligerswerk. Wat is de evolutie daarin? Ja, ik zou zeggen, toen ik in het begin bij de Wielewaal was, lag de klemtoon toch eerder op het genieten, op het beleven van de natuur. Hè. Natuurbeleving, gaan wandelen, observeren, bestuderen, plantjes, vogels, noem maar op. En uiteraard is dat heel belangrijk, want wat je niet kent, daar kan je ook niet van houden. Uh-huh. En naarmate ja, je dan dingen begint beter te kennen en beter te doorzien, ga je ook meer de noodzaak voelen om te beschermen en om te behouden. En ik weet niet of je het een van de laatste liedjes van Ramon van het Groenewoud kent, maar hij zingt ergens in een van zijn eerste liedjes tot aan de meet. Het gaat om bewaken en bewaren. En ik denk dat dat een beetje de drijfveer is die ons allemaal een beetje bezighoudt. Daar gaat het ons tenslotte om. Om vlinders, om bloemen, om plantjes, om insecten, noem het maar allemaal op. Dat zijn dingen die kunnen zichzelf niet verdedigen. Als wij het niet doen,
dan doet niemand het. En ik zou zeggen, ja, alles van waarde is weerloos. En daar, ja, dat blijft, ik denk, de mooiste motivatie van al wie met Natuurpunt bezig is. En dus ik concludeer even, dus meer van genot naar het strijden voor, het bewaken, het zorgen voor. En wat is de rol van Natuurpunt daar dan in? Ja, ik had mijn verhaal inderdaad niet afgemaakt. Maar inderdaad, dus het verhaal van Natuurpunt daarin is dat, ja, dat we proberen om zoveel mogelijk de daad bij het woord te voegen. Hè, om niet alleen via aankopen, maar ook via het beheren van onze gebieden ons steentje bij te dragen. Ik denk dat de klemtoon dus veel eer ligt nu op actie. En ook het gidsen blijft bij ons een heel belangrijk element. Want ik moet eerlijk zeggen, en ik ben ook heel blij, dat wil ik ook nog eens even beklemtonen, dat er eindelijk ook tussen het Centrum voor Natuurbeschermingseducatie en Natuurpunt een akkoord gekomen is, want dat heeft ook een beetje aangesleept. Ten slotte is dat ook toch wel een belangrijke stap in de goede richting. Dus via, ja, hoe zou ik het zeggen, via actie, via dingen doen, bomen planten, hier ook op onze Dag van de Natuur enkele weken geleden, als je met een groep jonge scouts 900 boompjes en struiken kan planten, dan weet je dat je iets doet. Dan doe je iets concreet. En wat is er mooier voor jongeren dan bomen planten? Ik zou zeggen, bomen planten, dat is zuurstof geven letterlijk aan onze aarde. En ja, ik denk dat je daar toch wel duidelijk je goede wil laat zien dat je het goed voor hebt met deze planeet. Ja, absoluut. En zijn er misschien ook zaken die het vrijwilligerswerk een beetje bemoeilijken? Ja, af en toe moet je wel eens opboksen tegen wat slechte wil of tegen wat misverstanden. Ik moet eerlijk zeggen, als je zelf een beetje positief uit de hoek komt, dan bots je eigenlijk heel weinig op tegenstand. Bij ons ook in onze... Ik spreek nu vooral voor Halle zelf. Ik heb daar straks ook met het vorige panelgesprek. Moet ik eerlijk toegeven dat wij met ons gemeentebestuur op een vrij goede manier kunnen samenwerken. Er zijn heel wat subsidiereglementen bij ons in Halle, ook voor jeugdgroeperingen die komen aan natuurbeheer doen. Die krijgen bij ons allemaal een financieel steuntje in de rug als die komen helpen. Dat zijn allemaal van die kleine dingen die het verschil kunnen maken. En burgemeester Termont heeft het hier ook gezegd, je moet ter plaatse beginnen met dingen te verbeteren en te veranderen. En ik denk dat bij ons vrij goed lukt. Uiteraard heb je wel eens opposanten of mensen die het anders zien of die andere dingen naar voren willen schuiven. Maar goed, ja, kijk, overleggen en blijven praten, zou ik zeggen. Dat is de enige manier om daaruit te komen. Misschien als afsluiter nog even vragen wat jouw droom is dat je nog wil verwezenlijken als vrijwilliger. Goh, als je dat tenminste hebt, natuurlijk. Ja, je moet niet leven om te dromen. Je moet niet dromen om van je leven iets te maken. Je moet je droom proberen te leven, zou ik zeggen. En ja, ik denk dat we dat altijd elke dag weer opnieuw proberen. Hè. Als je werkt voor de natuur, dan weet je dat je er niet rijk van wordt. Maar dan weet je wel dat je, ja, dat je heel veel voldoening haalt uit dat werk. En het genieten, dat blijft uiteraard ook belangrijk van de natuur. Ten slotte, ja. Ik denk dat elke mens dat... soms een heel wat mensen beseffen dat misschien niet genoeg. Dat je in de natuur, en je hebt het straks ook al duidelijk laten verstaan, dat je in de natuur echt tot rust kunt komen. Dat je zoveel, ja, mooie dingen in de natuur kunt beleven en ontdekken, elke dag weer. Ik zeg dat dikwijls, er is geen enkele uitstap of geen enkele wandeling waarbij ik thuis kom dat ik kan zeggen, nu heb ik niks nieuws gezien. Ja, ja. Je ontdekt altijd wel ergens weer iets anders en dat maakt het altijd zo mooi. En... Ja, en dat maakt je blij. Uiteraard. Dank je wel, Bert. Ja. Ja, een applausje. Ik heb hier nog drie dames naast mij zitten en ze noemen zichzelf de madammen. Leg eens uit. Ja, dat klopt. We zijn de madammen, maar we kunnen zeker wel ons mannetje staan. Ja. Wij zijn een groep jonge vrouwen actief binnen de afdeling Hasselt-Zonhoven.
En wij houden ons vooral bezig met communicatie en met het organiseren van allerlei interessante activiteiten. En hoe zijn jullie ontstaan? Eigenlijk door een oproep van onze afdeling. Een jaar of 4, 5 geleden had onze afdeling een oproep gedaan naar vrijwilligers. En ik ben daar naartoe gegaan, herinner ik mij nog. En Iris was toen ook daar, zouden we met elkaar leren kennen. En dan hebben we wat meegedraaid. En een beetje later was er de opening van het mooie natuurpunthuis in Kiewit. En daar hebben we dan Inge tegengekomen, een andere madame die nu niet hier is. En zo hadden we al een groepje. En we hadden wat activiteiten, evenementen. En dan vonden we dat er wat meer mocht gecommuniceerd worden. En hebben we het werkgroepje communicatie opgericht. Oh ja, voor alle duidelijkheid, dit zijn Iris, Mieke en Nathalie. Ze toch, hè? Ja. Maar ik heb begrepen dat er ook nog een man bij was. Klopt dat? Ja, dat klopt. We waren al een tijdje bezig. En toen stelde zich ineens een man-kandidaat om bij de madame te komen. Ja, wij zeiden, ja, dat gaat eigenlijk niet, maar we willen misschien toch een uitzondering maken. En toen moest hij naar de eerste vergadering komen om zichzelf voor te stellen. En dat heeft hij dan gedaan met bij de beste bakker van Hasselt chocolade, pralines en gebakjes te kopen. Oké. En een flesje cava. En toen waren wij verkocht. Ja, direct verkocht. Dus dan heb je maar ineens in huis genomen. En hey, we noemen ons nog steeds de madame, ook al zit er een man bij. En ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor de enige verwarring dat dat zou veroorzaken. Nee. En hij vindt het ook nog leuk? Hij vindt het nog heel leuk, denk ik. Ja, ik ben er zeker van. En waar zijn de madame nu zoal mee bezig? De madame organiseren allerlei activiteiten, allerlei laagdrempelige activiteiten voor de gezinnen. Bijvoorbeeld een boomkikkerwandeling, de vleermuizenwandeling. We hebben ook al eens picknick in het park gedaan. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld een filmavond organiseren. Vorig jaar hebben we de film Home georganiseerd, dit jaar The Age of Stupid. We houden het eigenlijk heel breed. Ook bijvoorbeeld, ik ben op reis geweest naar Ecuador en Peru. En ik hou daar dus de volgende activiteit in januari hou ik daar een fotoavond over. Dus het kan eigenlijk heel, heel breed gaan. Ja, want ik zie dat er ondertussen heel veel foto's worden getoond. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Want ik zie vooral heel veel eten en drinken. Ja. Vlaanderen vakantieland gewijs, ken ik daar alles over? We doen heel veel samen, ook buiten. Dat is nu een reisje van Natuurpunt. Het vorige was een vergadering thuis. Maar we vergaderen ook heel dikwijls op andere locaties. Dat maakt het juist zo boeiend en niet saai. En dat is nu bijvoorbeeld een foto van de film Home, de eerste film. En hadden we ze een Genk gegeven. Daar zit die man van onder. En dat is carnaval in Aas? Nee, dit was eigenlijk op het bio-eetfestijn waren wij verkleed als twee Hasselse stadsmadammen. Die deden alsof ze iets van de natuur afwisten, maar eigenlijk toch niet. Maar die gingen dan het cadeautje uitreiken aan de vrijwilligers. Ja. Tof. Ik vind dat heel tof. En wat is jullie succesformule, denken jullie? Heel belangrijk is, dan geef ik een tip aan alle mensen, alle vrouwen die in Natuurpunt zitten. Dus dames, verenig u, maak samen plezier en koppel altijd de vergaderingen aan het aangename. Dus wij kijken altijd uit naar van, gaat er een restaurantje open, een nieuwe locatie of zo, dan gaan we daar vergaderen. En we vergaderen dat eerst en daarna genieten we ook lekker van het eten. We zijn ook bijvoorbeeld in de Sky Lounge al dikwijls gaan vergaderen op de 19e verdieping met een prachtig uitzicht en zo. Dus we koppelen altijd de vergadering aan het aangename. Dat zijn hele interessante tips, moet ik eerlijk toegeven. Wat is nu volgens jullie het belang van een goede communicatie? Ja, het is sowieso heel belangrijk, dat is daar straks ook al een paar keer aangehaald, zowel op professioneel vlak als bij verenigingen, omdat je op die manier je doelstellingen kenbaar maakt en ook zoals wij veel activiteiten organiseren, het is de manier om dat kenbaar te maken. En ja, wij merken toch wel een verschil met vroeger, doordat we nu zoveel mailings doen en affiches maken en ja, dat brengt ook op. Ook, hè. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Denk je misschien dat vrouwen daar iets beter in zijn dan mannen? Of? Ik weet wetenschappelijk dat mannen veel minder woorden per dag zeggen dan vrouwen. Dat is waar. Maar en misschien maar goed ook. Hè? Maar of dat daarom beter... Ik zou zeggen, het is anders, maar of dat vrouwen daarom beter communiceren, daar durf ik mij niet in het openbaar hier over uitspreken, maar ik heb er wel mijn idee over. Oké, dus mensen die nog tips willen voor de goede communicatie, die kunnen op de receptie nog even een praatje doen met deze madame. Geef ze een applaus.
Eigenlijk zouden we jullie willen voorstellen aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor Natuurpunt. Maar ja, dan zouden jullie natuurlijk bezighouden tot in de late uurtjes en dat willen we niet. Maar toch wil Natuurpunt elke vrijwilliger een hart onder de riem steken. Het zijn mensen die zich vaak jaren inzetten voor een sterke, gezonde natuur, dicht bij jou in de buurt. Elk met een eigen geschiedenis, passie en achtergrond. En één ding bindt hen en dat is de hoop dat ze met eigen handen, enthousiasme en kennis wel een verschil kunnen maken. En uit de grond van ons hart, dank u wel voor de inzet en voor het mooiste cadeau dat jullie geven aan de huidige en de komende generaties. Dank u wel. Natuurpunt een dikke proficiat om ervoor te zorgen dat wij met onze INM-afdeling op superveel plaatsen kunnen beheerswerken doen, op kamp kunnen gaan en er allemaal dicht in de buurt. Omdat ze al eigenlijk 10 jaar lang zeer straf bezig zijn. Proficiat. Omdat de natuurgebieden van Natuurpunt de zotste locaties zijn voor zowat alle INM-kampen. Natuurpunt verdient een dikke pluim voor de kansen die ze geven aan INM-afdelingen en aan jongeren. Enerzijds omdat ze een expertise en een natuurgebieden aanbieden voor enthousiaste jongeren. Anderzijds tegelijkertijd omdat ze de vrijheid geven aan die jongeren om hun ding te doen. We wensen Natuurpunt een enorm dik proficiat. Ja. Ja? Omdat wij eigenlijk door Natuurpunt al nu al zeker weten dat we niet in een zwart gat zullen vallen na INM. En al zeker zijn over 2 en 4 jaar dat we bij Natuurpunt actief zullen worden. Ongetwijfeld. En Frank Maas van Natuurpunt Gent... We love you. Friends and colleagues of Natuurpunt, hello. I have to apologize because my Flemish is a little bit rusty, so forgive me if we will continue in English. Congratulations for your 10th anniversary. Life is about developing local capacity for nature conservation, as we believe this is the best way to achieve long-term conservation results. And Natuurpunt, with its impressive network of volunteers, groups in cities and around nature reserves, is a powerful example of how to develop local capacity and bring together civil society around conservation. BirdLife is also very much about working together. And again, I think you are a great example of how you're making use of your membership in order to speak with one voice and influence governments at local, national, and European level.
And finally, let me just say that in an increasingly interconnected world, we are also welcoming your international efforts. And particularly, you have been supporting very important projects in Harapan, in Sumatra, in Senegal, in Estonia, in Brazil. And your vision, your structure, your achievements makes really us proud to have you as the BirdLife Flemish partner in Belgium. And we're really looking forward to an even stronger engagement with the partnership and collaboration in the future. Again, congratulations for your 10th anniversary and congratulations for your impressive achievements. Goodbye. Dat zijn opnieuw mooie woorden, dank u wel. Ondertussen heb ik Chris Steenwegen, de gloednieuw algemeen directeur van Natuurpunt, bij mij zitten. Ja. En natuurlijk ook Carlos van het communicatiebureau Comsa. Spreek je dat juist uit, Comsa? Perfect. Welkom, heren. Ja, Chris, dat is wel een hele verantwoordelijkheid. Hoe bevalt je nieuwe jobje? Ja, enorm goed eigenlijk. Ik moet zeggen, Natuurpunt is een fantastische organisatie natuurlijk om voor te kunnen werken. Het is een enorme uitdaging, het zal ook niet makkelijk zijn. Maar aan de andere kant voel ik me ook heel geprivilegeerd om die kans te krijgen om voor zo'n organisatie te kunnen werken. Zoveel mensen die daar enthousiast aan meewerken. Ik heb ook het geluk natuurlijk een enorme toffe professionele ploeg rond mij te hebben. Heel veel enthousiaste, maar ook heel competente mensen om mee samen te werken. Natuurlijk, al die vrijwilligers hier, ongelooflijk om hier vooraan in die zaal te zitten, gevuld met eigen mensen. Er zijn denk ik weinig organisaties in Vlaanderen die dat zouden kunnen waarmaken. Ik heb een enorm warme ontvangst gehad, moet ik wel zeggen, bij heel veel mensen binnen Natuurpunt tot nog toe. Dus bedankt daarvoor. Ja, ja, geef hem maar een applausje. Hè. We hebben het afgelopen uur een goed nieuwsshow gezien, hè, van de afgelopen 10 jaar. Is dat echt zo of moeten we dat met een korreltje zout nemen? Oh, ik denk dat de goed nieuwsshow gaat over Natuurpunt. Hè. En ik denk dat dat helemaal terecht is. Maar, en ik zat hier deze namiddag ook al eens op de sofa. Als we naar de natuur in Vlaanderen kijken, dan gaat het iets minder goed. En ik wil toch daaruit... Een beetje met de vinger wijzen ook naar het beleid. Internationaal maken we de belofte niet waar. De biodiversiteitsachteruitgang hebben we zeker niet gestopt, integendeel. De Vlaamse regering komt ook haar engagementen helemaal niet na. Hè. Er zijn 3000 hectare normaal gezien die we zouden moeten per jaar bijkrijgen in zaken natuur. Dat wordt helemaal niet gehaald, amper de helft. Het IAD-proces waar zoveel belang aan gehecht wordt door deze Vlaamse regering, slapdakt. We zitten meer dan 2 jaar achterop en momenteel wordt er van de ene naar de andere werkgroep gepingpongd, maar vooruitgang is eigenlijk heel klein. We zitten al meer dan 10 jaar vast in een soort afbakeningsdiscussie met de landbouw in die open ruimte. Ik heb denk ik bij het begin van mijn aantreden gezegd dat ik graag zou hebben dat we daar snel uit zouden geraken, want ik denk dat er dan heel veel kansen komen om met andere partners in die open ruimte win-win situaties te creëren in eerder een vrijwillige inzet. Maar ook dat proces binnen AGNA's bijvoorbeeld ligt volledig stil, omdat het eigenlijk onbetaalbaar is geworden in deze budgettaire tijden door de enorme compensaties die eigenlijk moeten uitbetaald worden nu richting landbouw, waar eigenlijk dan niet zoveel tegenover staat. Ik zou zeggen eigenlijk tegen de Vlaamse regering, geef die centen gewoon aan ons. We kopen het en dan kunnen we het goed beheren. Het zal minder kosten op termijn en veel meer opbrengen. We hechten ook veel belang natuurlijk aan soorten en soortenbescherming. En ook daar zijn we wat ontgoocheld. Er wordt heel veel aandacht besteed nu aan hinderlijke soorten. Hè. En daar worden allerlei beheersmaatregelen voor opgesteld. En dat is belangrijk. Hè. Op zich hebben we daar geen probleem mee. Maar als daarnaast rond soortbescherming eigenlijk de zaak ook niet vooruit gaat, er op de hele periode van deze legislatuur nog geen enkel soortbeschermingsplan is goedgekeurd, dan hebben we daar toch ook weer vragen bij. En uiteindelijk is de conclusie toch dat natuur op dit moment beleidsmatig veel te weinig aandacht krijgt. En dat is eigenlijk een grote ontgoocheling, denk ik, voor ons allemaal, omdat we juist zien in de praktijk van elke dag dat er in Vlaanderen heel veel vraag is naar meer natuur, dat er enorme behoefte bestaat om meer aandacht te schenken aan die natuur, dat er heel veel mensen, en ook dat is iets specifiek voor Natuurpunt, wij werken aan de natuur dicht bij ons thuis. Hè. Wij,
We zijn natuurlijk ook voor de leeuwen en de tijgers, maar wat ons vooral aanbelangt en waar wij elke dag mee bezig zijn, dat is die natuur dicht bij ons thuis. En ja, we zien die enorme maatschappelijke behoefte. We vinden het heel spijtig dat daar eigenlijk toch altijd naar gekeken wordt als een last eerder dan als een opportuniteit. Daarnet was minister Lieten nog hier en ik denk dat ze Limburg beter begrepen hebben welke ook economische opportuniteiten er zijn als we maar meer investeren in die natuur. Op toeristisch gebied, verblijfsaccommodatie, recreatie, noem maar op. Er zijn enorm veel potentialiteiten die we momenteel eigenlijk te weinig of niet aanboren. En ik denk dat er maar één conclusie kan zijn. Natuurpunt is een succesverhaal geweest de laatste 10 jaar. We zijn enorm gegroeid. We vertegenwoordigen nu bijna 90.000 leden gezinnen. Er zijn 1000 vrijwilligers actief, 100 professionele medewerkers, 10 bedrijven, partners waar we mee samenwerken. Maar als we het natuurbeleid verder willen helpen, dan zullen we nog verder moeten groeien, nog meer mensen moeten aanspreken en nog sterker worden. Okay. Dank u wel. We weten waaraan we moeten werken. Nu, Natuurpunt kennen we van prachtige, gestileerde, maar vrij klassieke natuurbeelden. De fauna en de flora die staan centraal in de communicatie en de beeldtaal. Nu, ter ere van het jubileum van Natuurpunt werd deze communicatie even onder de loep genomen. En wat zien we? We vinden heel weinig mensen terug als belangrijke actoren in de externe beeldvorming van Natuurpunt. En net mensen, zoals jij en ik, zijn onmisbaar als pluspunt voor de bescherming en het behoud van diezelfde natuur. Chris, Natuurpunt had dus nood eigenlijk aan een nieuwe baseline en daarbij horende beelden. En vertel eens even hoe jullie te werk zijn gegaan. God, ja, ik heb mij laten vertellen 10 jaar geleden bij de fusie dat er heel lang, en het is ook deze namiddag aan bod gekomen, heel lang nagedacht is over een nieuwe naam en dan ook beelden die daarbij hoorden. Maar natuurlijk, we staan nu 10 jaar verder en dus vonden we dat het wel goed was om eens te kijken of die beelden en die naam nog wel beantwoorden aan de noden van vandaag. En ja, we zijn uiteindelijk bij hetzelfde bureau terechtgekomen, bij Carlos uiteindelijk. Hey, Carlos, en jullie hebben dan eigenlijk nagedacht over een nieuwe kijk, een nieuwe baseline. Ja, dat was 10 jaar. Het was wel leuk om zo na 10 jaar de oefening nog eens over te doen. En ja... ik was er vanmiddag niet, dus ik weet niet in hoeverre dat de mensen weten de baseline kennen en zo. Ik niet. Nee, we gaan nee, ah, misschien, dat is, ja, dat is wel. Misschien kunnen we beter even eens kijken naar die nieuwe baseline. Ja. En dan kan jij vertellen of hoe je te werk bent gegaan. Nee, of vertel jij maar. Voilà, daar staat. Wel ja, bedoel, voilà, kijk, daar staat hij. Dus ja, het leek me nog. Het is zelfs niet meer nodig om het te verantwoorden, denk ik, als je hier. Anderhalf uur gekeken hebt naar het verhaal. Het is een oefening die wij ook gedaan hebben. Gekeken hebben wat heeft Natuurpunt betekend de laatste 10 jaar. En dan kan je alleen maar zeggen, oké, Natuurpunt heeft bewezen dat het een pluspunt is voor de natuur geweest is en ook in de toekomst zal zijn. Het is ook ik vind het ook een leuk statement naar de toekomst toe, want het is iets dat je alle dagen moet waarmaken, bij wijze van spreken. En nog aansluitend bij jouw verhaal van mensen, denk ik dat het inderdaad een uitdaging zal zijn om aan de mensen nu nog duidelijk te maken dat de natuur ook een pluspunt is voor hun. En gans die combinatie brengt eigenlijk het verhaal van Natuurpunt een pluspunt voor de natuur. Chris, wil jij er nog iets aan toevoegen? Wat ik belangrijk vind is dat we de beelden die we tot nog toe gebruikt hebben, die eigenlijk heel sterk op natuur gericht waren, dat we die aanvullen met mensen. Omdat de natuur drijft ons natuurlijk, dat is waar we het voor doen. Maar uiteindelijk zitten er mensen achter. Hè? Al die mensen die hier aanwezig zijn en die duizenden anderen die elke dag de handen uit de mouwen steken om te werken aan die natuur. Maar ook al die mensen die ervan willen genieten. Hè? Want ook daar doen we het voor. En ja, als je die mensen wil bereiken, dan doe je dat best ook door mensen in beeld te brengen die in die natuur zitten. En we hebben dat in de nieuwe campagnebeelden gedaan met een aantal eerder ja, toch een beetje een humoristische toets die eraan zit. Maar vooral die combinatie natuur-mensen vinden we wel belangrijk. Ja, Natuurpunt, een pluspunt voor de natuur dus. En om die nieuwe baseline leven in te blazen, zocht Natuurpunt naar beelden die dit konden vertalen. Foto's van beestjes en plantjes genoeg. Maar Natuurpunt trok erop uit om samen met het fotografenbureau DALI nieuwe beelden te ontwikkelen. Thank you.
beelden die wij gezien hebben van jullie, zijn echt mensen die natuur beleven en wandelen en van alles doen en ook wel prachtige beelden van groen licht in de bossen en zo. Wij gaan echt volledig een ander beeld creëren dat jullie nog niet gebruikt hebben. Thomas, ik zou ook eentje doen dat ze gewoon zeggen, oh, dat zijn ze goed vallen. Wat mama te zien is getroffen en hoeveel dan er wel zijn. En dat is. Ze zijn perfect. Top. Keisho. Vond beestig. Een keer daarachter. Iets meer aan de hand. Fan van Natuurpunt. Alles wat met natuur te maken heeft. En het feit dat ik wel een aantal mensen ken die ook met Natuurpunt bezig zijn, geeft gewoon extra motivatie. Wel, voor een birkenboom te kunnen versieren, moet je zo inbeelden dat er gewoon een prachtige vent voor u staat. Alleen voelt hij iets warmer en lekkerder aan, maar ça va, ik heb proberen mijn fantasie te laten gaan. Nieuwe baseline en nieuwe beelden, maar wat willen we daarmee bereiken, Chris? Ja, wel wat ik daarnet al zei, dat we eigenlijk de communicatie of de combinatie tussen mensen en natuur meer gaan benadrukken, omdat dat, denk ik, meer mensen nog kan overtuigen om mee in die beweging te stappen, om daar ook voor op te komen en zo eigenlijk nog meer op het beleid te kunnen gaan wegen. Ja, en dan zijn we natuurlijk benieuwd wat ze daar allemaal van vinden. De man met de pet of de man uit de straat. Een alternatief voor de gewone beelden van natuur en dieren die er meestal op afgebeeld worden. Heel origineel. Ziet er wel grappig uit. Ja. Ah, start to run. Ah, dat is een heel mooie. Sprookjesachtig. Dat ziet er hier ook heel gezellig uit. Vind ik wel super. Prinsessen en de ridders, maar dan op leeftijd. Ik vind ze heel mooi. Boodschap voor alle leeftijden natuur. Ja, mooi. Het eerste gezicht wat mij heel nuttig en aanspreekt is het feit dat de activiteiten van de mensen gerelateerd worden aan de natuur. Het pakt, het werkt. Picknick, spelletjes. Altijd met een klein grapje. Ik denk dat dat aanspreekt, dat mensen zich kunnen vereenzelvigen. Ik denk inderdaad dat als je de menselijke activiteiten dichter brengt bij de natuur, dat daardoor ook meer belangstelling gaat komen en meer respect voor de natuur. Dus ik denk dat het heel goed is dat jullie nu mensen gebruiken. Leuk, fris, kleurrijk. Je onthoudt ze sowieso. Ik krijg zin om dit te doen, als ik dit zie. Dus dat is goed, hè. Voilà, dus dat is al een succes. Ook de 170 lokale afdelingen die hebben de laatste maanden niet stilgezeten. Chris, wij hebben wat hebben de afdelingen de laatste maanden massaal teruggestuurd?
Ja, wat we gedaan hebben is een teasertje gemaakt. Hè. Dat was een tekstballonnetje met het pluspunt in, of een plusje en een puntje erin. Dat hebben we aan onze afdelingen bezorgd en die hebben daar gebruik van gemaakt tijdens al hun activiteiten om dat pluspunt in beeld te brengen en daar fotomateriaal van te verzamelen. Voilà. En ik veronderstel dat we daar nu iets van gaan zien. Ja, absoluut. Voilà, je ziet het. Natuurpunt bestaat dus uit 200% menselijk kapitaal met duizenden pluspuntjes natuurlijk. En ondertussen is Walter Roggeman hier bij mij komen zitten, al jaren de geëngageerde voorzitter van Natuurpunt. En dan geef ik heel graag het woord aan jou, Walter. Dank u, Saartje. Wel, vandaag hebben we uitgebreid kennis gemaakt met wat Natuurpunt in al zijn facetten is. Door jullie allen en door de vele duizenden die hier vandaag niet aanwezig zijn, maar die evengoed lid zijn, zijn we een hechte groep geworden. Allen samen zijn we zoveel pluspunten voor natuur en de komende 10 jaar willen we samen, vrijwilligers en professionals, op deze weg verder gaan. Voor ieder van u ligt de weg open om uzelf te ontmoeten doorheen uw engagement voor Natuurpunt. Studie, educatie, beleid, beheer, al onze werkvloeren wachten op u, want er is in Vlaanderen nog veel te doen om onze natuur- en landschapswaarden, niet alleen voor uzelf, en dat is hier ook daarstraks gezegd, maar vooral voor uw kinderen en kleinkinderen te behouden en verder te ontwikkelen. De natuur geeft 100-voudig terug wat jullie erin investeren. Als voorzitter van de Raad van Bestuur, dus als vertegenwoordiger van jullie allen, is het een voorrecht geweest deze vereniging te zien uitgroeien tot een netwerk dat leeft in zijn vele vertakkingen, dicht bij de mensen, zonder eigen belang na te streven, vaak grensverleggend. Laat ons vooral dat laatste verder doen en onze basis, onze missie, verder verbreden en nog meer mensen overtuigen door de kracht van woord en daad. Onze natuurgebieden zijn parels, pluspunten in het Vlaamse landschap, maar ze zijn nog steeds onvoldoende groot en onvoldoende talrijk om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Onze studiedienst zag wel dat het binnen die natuurgebieden nog meevalt en dat we er daar zelfs in slagen de biodiversiteit te zien toenemen. Maar deze krenten in het landschap zijn nog te weinig talrijk om van het geheel een volwaardig krentenbrood te maken. Vandaar ook deze oproep tot de overheid. Er zijn hier wat beleidsmakers aanwezig. Om ons, dus om jullie allen, verder kansen te geven om het Vlaamse natuurbeleid mee gestalte te geven. Jullie allen verdienen die waardering voor jullie belangeloze en tomeloze inzet. Net zoals in de onderwijswereld, waar de middelen verdeeld worden tussen overheid en andere inrichtende machten, bewijzen wij dat dit in de sector natuurbehoud ook een geslaagde combinatie kan zijn. Dankzij jullie is een overheidsinvestering in ons aankoopbeleid een zekere belegging met meer dan kapitaalswaarborg. Natuurwaarden die wij behouden zijn vaak topnatuurwaarden. Ze zijn van een ander, van een hoger niveau dan hetgeen privé-eigenaars kunnen en vooral willen doen. Een hoog niveau,
En dat zegt ook de Europese Commissie, kan slechts behaald worden door verwerving en het is zelfs op termijn de goedkoopste oplossing. Een oproep dus naar de Vlaamse regering om ons aankoopbudget, dat de laatste 3 jaar met bijna 1/3 achteruit ging, weer op peil te brengen en al dus de eigen regeringsverklaring en het fameuze pact 2020 te honoreren. In elk geval klikken we vandaag vast wat we hebben bereikt, om een goede basis te hebben om een volgende sprong te kunnen wagen. Vandaag vieren we feest en dat mag wel, maar het is een feest met een terugblik op het verleden, maar vooral met een blik naar de toekomst. In naam van al mijn collega's in de Raad van Bestuur dank ik jullie, omdat jullie bij dit onvergetelijk moment aanwezig waren. En natuurlijk gaat mijn dank eveneens naar al diegenen, sponsors, partners. In het bijzonder wil ik Media Ventures bedanken en alle werkmieren, professionele en vrijwilligers die dit feest mogelijk hebben gemaakt. En tot slot lees ik nog een korte boodschap voor van niemand minder dan de onvolprezen David Attenborough. Zijn geschrift is niet zo goed als zijn woord, vandaar dat ik ze zal voorlezen. To Natuurpunt, congratulations on your 10th anniversary and thank you Natuurpunt for all your work in protecting this planet's biodiversity. David Attenborough. En helemaal tot slot nog een boodschap, een opgenomen boodschap van Europees commissaris voor Milieu Janusz Potocznik, een man met een hart voor de natuur. Het gaat jullie goed en afspraak binnen 10 jaar. Congratulations, Natuurpunt, for your 10th anniversary. This is an excellent occasion to celebrate the achievements of Natuurpunt, but also and above all, the achievements of many thousands of volunteers who constitute the force of Natuurpunt. Protecting and promoting nature in such a densely populated area like Flanders, it's not easy. But you are doing precisely that and successfully. 10 years ago, you counted 47,000 families among your members. Today, there are 88,000 members. 10 years ago, you protected 10,000 hectares of nature. Today, you protect more than 18,000. That is a very good record. My best wish is that you continue on this path. And I will do what I can at the European Commission to support your work and that of your fellow organizations all across Europe. Albert Einstein once said, "Look deep into nature and then you will understand everything better." I would say that this is exactly what you are doing. Well, considering today's situation, it could help if more people did the same. And maybe we could even get financial traders and finance ministers to be inspired by nature in finding a path to economic sustainability. Once again, congratulations for the excellent results and achievements, and keep up the good work. Dank u wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zaalshow, zeg maar. Maar nog niet aan het einde van de viering, want ik wil jullie natuurlijk nog uitnodigen voor de receptie, voor een drankje, een hapje en leuke gesprekken dat we elkaar even kunnen ontmoeten. En voor de mensen die zich hebben ingeschreven voor het optreden, die worden zo meteen naar de vooruit begeleid. Ik bedank jullie voor jullie talrijke aanwezigheid en ik hoop dat jullie nog heel veel uren, dagen, maanden kunnen genieten van de prachtige natuur. Dank je wel.